Goedendag mensen. Hey, Havre. Leuk plaatsje, heel groot. Bij de zee. Een grote haven hier. En ik heb een plekje gevonden. Ik kom daar vandaan. Kijk, hier is. Hier gaan we naar beneden. Dat is wat ik ook gedaan heb. En toen kwam ik hieruit. Maar ik moet wel zeggen, er staat wel veel wind hier. Voilà. Ik ga zo even lekker eten. Pasta. Nou, daar staat me onderkomen. Ik heb mijn fiets vandaag een klein beetje anders ingepakt. Dat het dan toch wat wind tegenhoudt. Er zat echt een wilwind zat hoor. Het is niet alleen hier, dat was de hele dag al. Maar gelukkig had ik een keer eindelijk wind mee. Nou, hier zit mijn fiets ingepakt. En kijk, dit is mijn uitzicht. Het is een grote haven aan de overkant. En er staan auto's. Renaultjes. Nog iets. Ik kan niet echt zeggen dat het op een boot lijkt of een schip. Nee, ik weet bij God niet wat het is. Ik ben niet de enige die hier komt. Ik denk dat er heel veel vissers komen. Dus, maar ja, die mogen nu wel wegblijven. Ik heb 10 dagen gefietst. En in die 10 dagen heb ik nog geen 1 dag rust genomen. Dus ik denk dat ik dat morgen ga doen. Dat kan ik nu wel zeggen. Maar ik wil niet zeggen dat dat ook gebeurt. Maar ik heb een vermoeden voor mij. Want ik moet mijn lichaam even wat rust gunnen. Wat ik hier wel kan doen. Dat is mijn producten maken. Dus bijvoorbeeld mijn lepels. Te leggen hout genoeg hier ook. Ik heb al stukken hout voor die lepels. Maar kijk. Dat is een mooie balk. Splitsen. Dan kan ik er 2 lepels van maken. En dan heb ik morgen daar eens even de tijd voor gaan nemen. Want ik vind het wel echt een heel hier ook. Ik heb eten. En ik moet mij eigen wat rust gunnen. Dus ik ga dat denk ik toch doen morgen. Kijk hier nog meer. Oh, eens kijken wat een mooie hout hier ligt. Oh, kijk deze is. Die is ook mooi. Maar moet ik wel een stuk hebben waar geen knoezen in zitten. Maar ik ga dat morgen. Het is voor het uitzoeken hier ook. Ik ga nu stoppen. Ik ga lekker eten. En daarna lekker slapen. Mensen. Oh ja, wat is vandaag? Ik dacht dat het 24, 25e was. En het is vandaag woensdag. Mensen, ik ga echt afsluiten. Doei.